Hallo lieve YouTube-kijkers. Smidja, je kunt zo gek maken als je zelf wilt. Hier ligt. Dus je zit met deze. En doe welke folie eroverheen. Als ik dadelijk aan mijn vinger ga wrijven. En ik duw het. Dank jullie wel voor het kijken en ik hoop dat je het snapt. Hallo mijn lieve medeknutselaars, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze haarspeld maakt. En wat je hiervoor nodig hebt is 1 boutique stijl strik, daar heb ik een filmpje van hoe je deze maakt. 1 keer een spike pinwheel, zoals het heet. Een spiked pinwheel. En 1 keer een dubbele 8 loop bow. Je hebt een haarklepje nodig en het liefste zo'n alligatorklem. Een stukje anti-slipmat. En dit is een anti-slipmat die ik bij de Action heb gekocht. Daar heb ik een heel klein stukje van afgeknipt. En een lijmpistool. Voor de haarstrikjes heb ik deze gebruikt. Dat zijn van die, er zit al lint op. Je kunt ze bij de kruidvat kun je ze ook zonder lint halen. Dan lijm je zelf het lint erop. Dus dan knip je eigenlijk lint af. En dan begin je hier met lijmen. Gaat hij er overheen. Op deze manier. Dat is ook mooi afgewerkt. Deze heb ik dus kant-en-klaar gekocht. Daar heb ik gewoon de strikjes even van afgehaald. Ik zal even de rest van het lijm ook verwijderen. En hoe verwijder je die lijm nou? Is misschien wel een goede tip ook voor jullie. Ik pak gewoon even dus mijn aansteker. En altijd goed oppassen dat je niet... Als ik hem aankrijg, altijd het probleem met de aansteker. Ik moet echt een andere aansteker kopen. Kom op. Ja. Ik pak dus mijn aansteker. En dan verhit ik heel eventjes de lijm. En als het goed is, moet je wel oppassen dat je het niet verbrandt. Kan ik hem zo aan mijn tegel eraf halen. Dan smelt hij weg. Kijk, dan is het hoge van de lijmrand weg. Zoals je ziet, is een stuk platter. En dan lijnt hij zo meteen ook makkelijker. Je kunt ook eraf knippen of eraf snijden. Dus met de schaar, heel voorzichtig zo. Ook hij eraf. Nodig. Nou, waar beginnen we mee? Kijk, dan begint hij dus te rafelen. Dus het is niet goed afgebrand. Dat is jammer als dat gebeurt. Probeer toch nog even. Oh ja, kijk. Nou, dan kun je hem dus nog even afbranden. Dan raaft hij namelijk niet meer. Beetje witte. Zo. Waar gaan we mee beginnen? Ik heb dus een stukje van de anti-slipmat op maat geknipt. En die lijm ik zo meteen hier erin. Dus op die manier. Waarom doe ik dit nou? Vaak heb je kinderen met hele dunne haren, vooral kleine meisjes. En dan glijden die clipjes heel gauw eruit. Dus als je een klein stukje anti-slip erin doet, dan werkt het heel goed. Dus ik pak gewoon een beetje van mijn lijm. Gewoon goed wat erin. Klem ik mijn anti-slipmatje erin. En... dan wacht ik eventjes met hem dichtduwen, want anders lijm ik hem vast. En dan is het gewoon eventjes een kwestie van aanduwen. Je kunt je vinger even nat maken, even goed aanduwen. Zo, op die manier. En dan klem ik hem vast. Als het haar er nou tussen zit, dan glijdt hij ook niet meer van glijdt het speldje ook niet meer vanaf, maar dat er gewoon een goede anti-slip op zit. Dus dan zit de haar echt goed erin geklemd. Maar werkt heel fijn. We gaan dus nou beginnen met onze pinwheel bow die we gemaakt hebben. En wat we als eerste gaan doen is deze punt aan die kant lijmen. Dus ik pak een heel klein beetje van mijn lijmpistool. Echt een heel klein drupje maar. En dan lijm ik mijn spike hierheen. Om dat gat over te vullen. En de rest vorm ik dan bij. Kijk. Dan is hij namelijk helemaal rond. En doe ik ook aan de andere kant. Dus. Even kijken hoor hoe die loopt. Ja, zo. Een heel klein druppeltje lijm. Dan moet hij aan die kant. En dan loopt hij zo eroverheen. Dat maakt het gewoon net wat mooier dat het niet een te groot gat in zit. Nou, eens loopt hij helemaal rond. Om te beginnen pak ik mijn bow, dus het dubbele 8 loop. Ik plaats wat lijm in het midden. Van mijn strik. Dus in het midden van mijn pinwiel bedoel ik, sorry.
En dan lijm ik hem zo erop vast. Goed vasthouden. Dat het goed de kans heeft om te drogen. En dan kun je nog zekerheid nemen, want het kan soms zijn dat hij loslaat. Dan pak je gewoon een extra stukje draad. Pak een extra stukje draad. Die doe ik zo ergens tussen, zo hier op deze manier. Kijk. Die schuif ik er gewoon even tussen. Tussendoor. Aan deze kant ook even tussendoor. En dan knoop ik hem gewoon even op de achterkant vast. Het is maar een kleine extra stap. Maar dat zorgt er wel voor dat je strik niet zo snel eraf kan gaan. Kijk, het kan altijd een keer gebeuren met rozen, met kinderen, dat hij net eraf valt. Maar dit maakt het gewoon net iets veiliger dat hij gewoon wat strakker vast zit. En dan moet je even voorzichtig zijn met aantrekken. Dus even goed eromheen laten gaan. Dus niet die spikes scheef trekt. Zo op die manier. En dan gewoon een aantal knoopjes gaan leggen. Zo. Afknippen. En dat zie je soms toch niet meer, want het wordt toch weggeplakt soms met het speldje. Even goed eromheen. Kijk, dan zit hij gewoon echt goed vast. Dan pakken we onze strik. Nou vormen we nog een keertje mooi bij. Dus nog een keertje goed oppuffen. Dus moet je even kijken welke kant je zelf het mooiste vindt. Ik vind het vaak wel leuk als je die spikes goed ziet. Dus. Nou, dan kun je bijvoorbeeld nu je vinger erin steken even. Zou je ook met de achterkant van de mesje bijvoorbeeld kunnen doen. Of de achterkant van de pen. Net even vormen. En dat zou je zelfs met verhitting kunnen doen. Dus als je er bijvoorbeeld een potlood in steekt. Eventjes een verhitte pistool eroverheen. Dan blijft het ook wat mooier staan. Maar je kunt toch wel een beetje zo bij doen. En dan is het gewoon een flinke dot lijm in het midden. Heel eventjes wachten tot hij net even aangedroogd is. En dan plaats je hem zo op je strik. Goed vasthouden. Zoals je ziet. Dan heb ik weer draden. Dat is niet erg. Kijk, laten we even drogen. Dan pak ik mijn haarspeldje. Die zit nou goed vast. En dan ga ik van op mijn speldje, dus niet op mijn strik, maar op mijn speldje, ga ik ook lijm doen. Dus flinke streeplijm. Dat die goed vast zit zometeen. En dan moet je even kijken hoe je hem zelf positioneert. Maar ik vind het mooiste om het clipje met de strik mee te zetten. Dus kijk zo op de speld. Dan leg ik hem op de kop neer. En dan even goed aanduwen. Dat hij goed pakt. Een keertje heen en weer bewegen. En dan zit hij echt goed strak vast. Kijk. Zo. Dan hebben we eigenlijk een... Ja, heb je heel snel heb je een hele leuke strik gemaakt voor meisjes. Het zijn superleuke cadeautjes. Dus wat je nou ook nog kan doen is met elastieke band er bijvoorbeeld een haarband van maken. Dus dit is gewoon een hele simpele elastieke band. Moet je wel even de maat van het hoofd van je kindje opmeten. En daar tel je dan gewoon dezelfde maat voor. Want je overlapt het ook. Dus dat het ook goed vast zit. Meestal doe ik als het hoofdje 40 centimeter is. Dan pak ik bijvoorbeeld 39 centimeter. Dus ik doe het nou even op de gok. Je zou ook een elastieke band kunnen kopen in een andere kleur. Kijk, dat is gewoon op deze manier is gewoon goed elastisch. En dan naai je het gewoon zo eventjes op elkaar. Zou het zelfs met lijmpistool kunnen doen. Dat ga ik nou eventjes doen omdat het gewoon makkelijk is. Dus een streep op je band. Zorg dat je band niet gedraaid is. Wat lijm erop. En daarna kun je hem nog even vaststeken met naald en draad. Dan weet je zeker dat hij goed vast zit. Op deze manier. Maar wat ik zelf doe, zelfs ook voor Devony, doe ik het gewoon op deze manier. Pak mijn klemmetje. Dan zit hij ook goed vast. En dan klem ik hem zo erop. Op die manier. Dan heb ik gewoon een hele leuke haarband. Een heel leuk cadeautje om te maken. Ze zijn ook gewoon, ja, zien er gewoon echt heel schattig uit. Het is echt een Amerikaanse stijl haarstrik.
Ja, dat heet zo boutique style bows, om het zo maar te zeggen. Loop die loops. Ja, ik vind ze echt super leuk. Nou, deze hebben we bijvoorbeeld met een klikklak klemmetje gemaakt. Op die manier. Ja, er zijn gewoon zoveel combinaties in te bedenken. Dus je kunt gewoon een hele leuke haarspeld maken voor echt heel weinig geld. Want lint kost bijna niks. Nou. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden hoe ik dit gedaan heb. Ik hoop dat jullie het zelf ook gaan uitproberen. Ik ben heel benieuwd naar de foto's met de creaties van de meiden met de strikjes in het haar. Je kunt natuurlijk ook de strikjes op een rokje maken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het ermee doen. Ik vind ze ook leuk om op een cadeautje te plakken. Ik heb er gewoon heel veel hier op voorraad liggen, want ik vind ze gewoon super leuk om te maken. Nou, dankjewel voor het kijken. Wil je graag meer zien? Abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. Ik post regelmatig leuke filmpjes. En onthoud jongens, probeer iedere dag creatief te zijn.